En dan nu? Hallo kijkers, er wordt heel wat afgezwaaid deze dagen. Voor sommige koninginnen is het zelfs een dagtaak. Sinds kort staat er langs het kanaal een nieuw kunstwerk. Gekozen in overleg met de bewoners van de Lindehold zitten de bewoners van Neerbos er nu vragen naar te kijken. Wat is het, vraagt u zichzelf wellicht ook af. Ik ben eens gaan kijken en op onderzoek uitgegaan. Het is gemaakt door Rob Sveren. In de vorige eeuw is het kanaal aangelegd. De twee stalen constructies geven de verbinding aan die er vroeger was. De Dorpstraat en de Sint-Agnetenweg liggen in elkaars verlengde. De twee objecten net niet. U kunt erin gaan zitten. Mevrouw Hogebos uit de flat in Neerbos denkt dat het een punt is om te zwaaien naar de overkant. Dat zou een leuke bestemming zijn. Ik zie het al voor me. Een zwaaigedoogzone. Er komen vaste zwaaimomenten naar de overkant. Zwaaiworkshops voor beginners, zwaaiworkshops voor gevorderden. En vrij zwaaien op zondagmiddag. Zwaaien met één of met twee handen. Het zakdoek zwaaien en het nichten zwaaien, halloa, als specialisatie. Voor vendelzwaaien is de ruimte te klein. Morsescijnencursus behoort ook tot de mogelijkheden. Een bordje staat er nog niet bij. Niemand kon mij vertellen hoe het heet. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Oh ja, die gele blokken liggen er omdat er anders mensen tegenaan zouden kunnen rijden of lopen.